Goedemiddag jongens en meisjes. We zijn vandaag bij onze tweede My Protein Tasting video aangekomen. Maar iets is anders. Vorige video hebben we allemaal verschillende repen geproefd. Bars. En nu dachten wij, laten we eens even kijken wat My Protein nog meer in huis heeft. Dus Nina heeft allerlei leuks besteld voor ons vandaag. Ja, wat wij hebben. We hebben niet alleen eten dit keer, we dachten laten we ook even wat gaan drinken. We hebben als eerst vegan protein water in de smaak lemon en lime. Je hebt deze ook nog in de aardbei, die heb ik al gehad, vind ik super lekker, maar ik was ook wel benieuwd naar deze smaak. Vervolgens gaan we ook nog even een proteïne shake proeven. Apple crumble custard. Ik ben heel benieuwd, misschien smaakt het een beetje een appeltaart ofzo. Ja. I don't know. Dan iets wat je niet ziet aan het zakje, dus het zakje is niet zo interessant. Maar dit zijn chocoladeballetjes. Lijkt een beetje op Maltesier. Ik hoop, ben benieuwd. Dan hebben we nog een wafel. Cookies and cream met 15 gram proteïne. Het zijn twee losse stuks. Dus nice. Kunnen we delen. En nog twee cookies. Deze. Chocolate chip en all chocolate. Ze voelen een beetje zacht. Dus, okay. Dus we hebben voor jullie zowel drinken als eten, maar geen bars. We hebben lekkere koekjes en wafels. En gaan we lekker eten. Ja, wat? Waar zullen we mee beginnen? Met de cookie? Ja, nou, laten we dan gewoon met deze beginnen. Dus dit is de baked cookie chocolate chip flavor. Plant-based great taste. Plant-based great taste. Oh, 14 gram proteïne. Calorieën. 283. Dat is best veel. Ja. Vergeleken bijvoorbeeld met die proteïnereep en zo, weet je wel. Met het aantal proteïne wat erin zit, eiwitten. Ja. Is dit best veel calorieën, maar ja. Er is ook een bulk season, hè. Dus. Ja, I don't mind. Nee. Maar ja, voor de mensen die daar wel inderdaad op letten, dus bijna 300 calorieën in één zo'n koekje. Better taste good. Better taste good. Ik ben heel benieuwd. Hij is wel zacht hoor. Ah, oh, krijg ik nu het grote stukje. Vorige keer gaf je met kleine hebben die ja, dat was echt erg. Oké. Okay. Het ruikt lekker. Hij was wel in je mond. Het ruikt lekker, oké. Ja, het is echt chocolate chip. Beetje cookie dough. Ja, ik wilde het net zeggen. Het is een beetje de flavor van deeg. Mm. Ik vind het wel lekker. Hij is wel heel plakkerig. Mm-hmm. Ik vind het ook wel lekker. Maar de smaak is goed. Ja. Een beetje droog. Ja. Nou ja, droog is het goede woord. Het is een beetje kleverig. Ja, dat is het. Ik denk voor mij echt wel een 8. Ja. Ik denk als deze. Ik had hem helemaal chocola gewild misschien wel. Hij is nog een beetje saai qua smaak. Mm. Maar de textuur en alles vind ik wel lekker. Maar bijvoorbeeld deze. Die is helemaal chocola. Mm. Ik denk dat hier misschien nog iets meer smaak aan zit. Maar 8. Oké. Okay. Nou, mag jij kiezen. What are we going to? Voor de chocolate balls. We gaan voor de chocolate balls. De AliExpress Maltesers. Enrobage saveur chocolate flavored. Oh ja, als jullie het nog niet wisten, Larissa is half Frans. Joke. Oui, oui. Bonjour, je m'appelle. Je m'appelle. Ik kon ooit Frans. De middelbare school, maar ik ben het verleerd. Over naar de chocolate balls. Ja. Back to the chocolate balls. Eigenlijk heet het coated soy puffs. Klinkt minder lekker. Ja, we houden het op chocolate balls. Let's open it up. Ja. Yeah. Oké. Okay. Oh. Cheers. Oh, je hebt zelf gepakt. Oh ja. Tja, tas toe. En eentje heb ik niet genoeg, hè?
Lekker crunchy wel. Ja, crunchy. Het is heel luchtig. Ja. Er zit echt niks in. Hier weet ik eigenlijk ook niet... Dit is de binnenkant, jongens. Ik weet het. Heel luchtig, inderdaad. Dus het is echt alleen de buitenkant waar een beetje smaak aan zit. Ja, niet veel smaak. Nee. Het is op zich prima. De smaak die eraan zit is wel lekker, maar ja. Er zit gewoon niet heel veel smaak aan. Nee, het is een beetje saai. Ja. Het is geen Malteser. Misschien zou je dit door je kwark kunnen doen of zo. Wel grote ballen. Nee, in stukjes misschien. Ja, dat je het stuk maakt. Dan heb je weer extra protein in je... Ja, dat is een goed idee. We gaan het een keer proberen. Ja, ik vind het zelf wel lekker gewoon. En je kan het wel makkelijk wegeten. Ja. Maar de smaak is niet heel bijzonder. Nee. Het is inderdaad niet echt een chocoladerondje. Randje zoals Maltese. Nee. Echt een chocoladerand. Helaas. Ja. Nou, ik geef je denk ik een... Zeven? Ja. Ik denk het ook. Ja. Ja. Nou, nice. Nou, we hebben ondertussen een beetje dorst gekregen. Ja. Laten we die eerst doen? Ja. De bottle. De vegan lemon en lime. In dit zo'n hele fles zit 41 calorieën, dus dat is echt niet veel. En 10 gram proteïne. Dus makkelijk om even weg te drinken tijdens je training misschien. Ja. Ik krijg wel een beetje dorst van die balletjes. Ja. Een beetje misschien een droge nasmaak of zo. Nou, ik ben benieuwd. Cheers. Het ruikt naar ijsthee of zo. Oh, ijsthee? Groene ijsthee. Ja. Een beetje droog is groene ijsthee. Ja. Nou, ik ben benieuwd. Die is heel anders dan de roze. Ja, want welke smaak is de roze? Roze is volgens mij aardbei met nog iets. Maar dit is wat frisser dan. Ja. Die andere is heel zoet. Oh. Echt heel zoet. Ja, daar hou ik niet van. Dan vind ik dit wel echt lekker. Dit is echt zo'n lekker zomers fris drankje. Ja, ik vind hem lekker. Dit kan je ook nog in de zomer nog... Bijvoorbeeld stel je mengt het een beetje met spa rood. Dan krijg je het bruisend. Of je doet er verse munt in of zo. En maak je er een soort van mocktail van. Oh. Ja, of gewoon een cocktail voor de mensen die wel van een glaasje houden. Nee, ik vind het echt wel lekker. Ja. Ik hou zelf wel van zoet, dus ik zou zelf die andere ook halen. Maar ja. Ik zou deze ook nog wel halen. Ik geef dit mensen drinken, dus ik kan het niet vergelijken met eten. Maar ik vind het wel lekker. Ik zou het in de zomer zo weg. Ik ga het nu ook. Ik ook. Mm. Cyber, ik vind het echt heel lekker. Ik doe het een 8,5. Ik weet niet of je deze mening met mij deelt. Jawel. En ik geef die rode 9. Oh nee, ik denk dat ik heb die rode nog niet geproefd. Maar ik denk dat die rode is voor mij te zoet. Ja. Nee, dit vind ik wel echt lekker fris. Dat zou ik gewoon echt iedere dag kunnen drinken. Dus dan ga ik wel mee met die 8,5. Maar het is inderdaad niet echt dezelfde maatstaf als eten. Nee. Maar goed, jullie doen het er maar mee. Is lastig, want ik drink eigenlijk... De hele dag water. Dus ja, dan is het al heel snel lekker, vind ik. Ja. Ja. More food. More food. Ik ga door met de My Protein Wafer. Met een R. Ah ja. Wafer. Cookies and cream. Reduced sugar. 15 gram proteïne. En voor de mensen die dat graag willen weten. 197 calorieën. Wat mee? Ja. Dat is oké. Het is nog best een grote. Let's try. Ah, er zitten 2 stukjes in. One for you. Oh, ruikt lekker. En one for me. Want deze heb je ook een andere smaak, neem ik aan. Ja. Volgens mij heb je deze in 5 verschillende smaken. Oh, dat is... ruikt lekker. Ja. Dit is cookies and cream. Let's go. Mmm. Fucking lekker. Toch? Ja. Deze gaat sowieso op. Dit is gewoon koekwafel. Dit is echt lekker.
wafel. Het is gewoon echt... Het is gewoon een wafel zoals je hem kent. Ja. Echt zoet ook. Oh. En heel veel smaak. Lekker chocola. Deze kan ik elke dag eten, denk ik. En hier zit reduced sugar in. Ja, hoe dan? Hoeveel suiker zit erin? Er staat wel reduced op, maar misschien zat er eerst 1000 gram in en nu... 5,9. Oh, ik vind het volgens mij ook nog wel meevallen. Ik zeg je eerlijk, ik weet eigenlijk niet of dat meevalt. Maar het klinkt weinig, dus ja. daar ga ik gewoon vanuit. Maar ja, ook voor de calorieën. Ik vind het echt... Oh, lekker. Ik doe er nog één. Ik ook. Ik geef deze een 10. Nee. Jawel. Nee, een 10 bestaat niet. Wel? Nee. Hoezo? Nou, dat zou betekenen dat het nooit beter kan. 9,9. Ik geef een 9. Nou, om het zo om te praten, dan geef ik het een 9,5. Ik ben echt heel lekker. Oké, dus dat is de wafer. Waarom heet het wafer en niet een wafel? Misschien om het speciaal te maken. Dat mensen gaan onthouden omdat het zo'n rare naam heeft. Marketing. Ja, ik vroeg me af of is wafel in het Engels gewoon wafer? Wisten wij dat niet? Ja, toch? Ja. Ga het zo even opzoeken. Anyway, wafer. Anyway, gaan we door met... De Treat Without a Cheat cookie, filled cookie met double chalk en caramel. 20 gram proteïne. Maar... Wij zeggen wel weinig suiker, die 5,9. Maar hier zit 0,9 gram suiker in. 0,9? Hoe dan? Dat double chocolate caramel en zo is. Ja. Even kijken. Per serving 269 calorieën. Dat is wel minder dan die vorige koek. Iets minder. En 10 gram vet. Minder dan minder dan de eerste cookie. Maar wel meer dan de wafer. Wafer. Oh my god. I am excited for this cookie. Heel makkelijk. It better be good. Het is wel echt droger dan de... Ja. Eerste cookie. Ik vind hem niet lekker, eigenlijk. Even het karamel gedeelte. Nee, ik krijg hem gewoon moeilijk weg, omdat je heel erg moet kauwen. Maar de smaak vind ik ook niet lekker. Het is geen... Ik denk dat dit inderdaad zo'n typisch geval is van... balans tussen... als iets zeg maar echt weinig suiker heeft en veel proteïne. Mm-hmm. Heb je gewoon dit vaak als, met smaak als gevolg. Ja. Wat droger, wat stugger. Nou ja, weet niet per se of ik een beetje... Ja, wel dat je moeilijk wegkrijgt. Niet dat droog als dat je met een eiwitreep wel eens hebt. Nee. Maar ook gewoon de smaak. Maar hij is wel iets meer kruimeliger dan de eerste cookie. Ja. De eerste was echt een beetje cookie dough, smeuig. Mm-hmm. En deze is echt wel wat meer bolstig. Ik zou deze niet nog een keer halen. Nee, ik ook niet. Nee. Ik geef het zelfs onder een 5. Want ik wil het niet eens opeten. Oh. Ik vind het echt niet lekker. Ik eet altijd alles op. Nou. Nee. Nou, voor mij is het wel een voldoende. Nou, ik eet het wel op. Maar een stukje? Nee, dat dan weer niet. Nee. Ik zou het een 6 geven, denk ik. Ik een 4. Okay. En ik hou echt... Ik ben Mrs. Chocolate, maar... Deze chocolatje? Nee, not my fave. Maar... Dat kan, hè? Dat kan. Gelukkig maar, anders moet ik alles halen. Ja, dat is inderdaad niet lekker. Die laatste hap was net te veel. Ja. 5,5. Grapje. Is nog steeds voldoende, dus maakt op zich niet uit. Oké. Okay. Nou. Dan zijn we aangekomen bij het laatste. Impact Whey Protein Apple Crumble and Custard Flavor. 20 gram proteïne. 102 calorieën. Nou. Prima. Helemaal top. Let's put it in the shaker. Ik kan het op de grond gooien. Dat ging net goed. Oh, zijn we niet gewoon... Ja.
We doen het met water, hè? Ja. Doe je dat nooit? Ik doe het meestal met melk. Echt? Ja. Met water vind ik... met water, ja, weet niet. Dan heb ik toch wel al snel het idee dat ik denk van nee, niet lekker. Oh, ik doe het echt altijd met water. Echt? Het heeft wel, als je met water doet, echt zo'n half doorzichtige kleur. Nee, dit is ook niet voor mij. Nee, ik vind het wel niet lekker. Beetje smaakloos ook, want ja, ik doe het altijd met water. Maar als ik bijvoorbeeld aardbeien heb of cookies and cream, zit veel meer smaak aan. Of ja, ik kom misschien door de appel. Ja, ik vind hem een heel gek smaakje hebben. Ik kan het niet helemaal plaatsen. Het is niet vies en ik voel wel dit custardproefje. Ja. Dat vind ik wel lekker. Maar ik denk dat ik hem wel echt met melk lekkerder zou vinden. Mm. Daarom, ik doe bijna alles zeg maar, van vanille en... Mm-hmm. Zeg maar chocola-achtige smaken, speculaas. Doe ik altijd met melk. Ik doe het eigenlijk met water gewoon puur omdat ik eigenlijk niet zoveel melk drink. Ja. Nee, ik doe wel plantaardige melk. Oh, ja. Sojamelk of havermelk of amandelmelk. Ja. Nee. Ja, ik vind dat het soms dan een beetje zwaar op de maag van zo'n shake of zo. Dus het is ook wel zwaarder, dat wel. Maar ik vind vaak met water wordt het een beetje waterig. Ja. Eigenlijk, dat is basically mijn probleem ermee. Ik heb wel inderdaad een klein. Ik probeer wel altijd wat minder water te doen. Dit kan ook maar max 400. Ik heb hem volgens mij nu tot 300 gedaan. Ja. Dat is al beter dan dat je hem echt die hele fles vult. Dan wordt het helemaal waterig. Ja. Maar ik denk dat deze ook gewoon... Ja, misschien omdat het appel is al wat anders is dan een vanille of een chocola. Of een... Ja, minder smaak. Ja. Ik zou deze hier geen grote zak van halen. Nee, ik vind hem niet lekker. Dit geef ik ook een 6. Oh, dit is dan wel voldoende. Ja, het is moeilijk met drinken, hè? Ja, ik zeg een 5, want ik vind het gewoon niet lekker. En ik zou die nog een keer bestellen. Ik denk wel dat er mensen zijn die het misschien lekker vinden. Ja. Maar ik vind hem flauwtjes. Ja, en een beetje flauw inderdaad. Een beetje gek smaakje. En dat wat je proeft is gewoon een beetje vreemd. En de nasmaak vind ik ook niet lekker. Nee. 4,5. Oh, wow, jij gaat echt... Wat zei ik net al? 6. Zeker? Oh. Ik ga naar 5. Ja, 5. Ik dacht dat ik net 5,5 zijn. Nee. Oké. Okay. Nou. Dat waren alweer alle producten voor vandaag, jongens. Dat was... nice. Ja, wel nice. Over het algemeen een goede score. Lekker, joh. En alle linkjes doen we ook wel in de beschrijving. Laat vooral weten als jullie bepaalde producten hebben die jullie eigenlijk graag willen zien. Die wij terugzien, niet vergeten zijn. Die we nu niet hebben besteld. Mag van alles zijn. Shakes, bars. Laat vooral weten. Dan maken wij gewoon met heel veel plezier weer een nieuwe video. Of een heel ander idee. Dat kan natuurlijk ook. Wij staan open voor alles. Bijna alles. Bijna alles. Ga niet naar de tuin rennen of zo. Nee. Maar goed, dank jullie wel weer voor het kijken voor vandaag. Hit de subscribe button en de like-button. Like-button, belletje. Abonneer. Comment. Volg ons onze op Instagram. Daily Goldiers. En tot de volgende keer. Aju, paraplu.